staan hier voor de Aaltense synagoge, de kerk van de Joden. En boven zie je als teken daarvan de Davidster. Dat hier voor de oorlog een bloeiende Joodse gemeente was, maar dat er in de oorlog ongeveer de helft van deze mensen is omgekomen. Ongeveer 40. En je ziet, de leeftijd varieert van 7 tot in de 90. Het centrum van de synagoge, dat zijn de Torah-rollen. De eerste 5 boeken van Mozes. Een leuk element in de synagoge is dit onaffe stuk en symbool voor de verwoesting van de tempel in Jeruzalem in het jaar 79. En dit zal worden aangesmeerd, dus dan is de synagoge pas afgebouwd, wanneer de tempel in Jeruzalem wordt herbouwd. Een belangrijk godsdienstig element, dat is een eeuwig brandend licht. Voor de Joden betekent dat, dat zolang dat licht brandt, is God, is Yahweh, in hun midden aanwezig. We zijn hier op de vrouwengalerij. De vrouwen zitten hierboven, de mannen zitten beneden. Omdat de mannen niet moeten afgeleid worden door al het vrouwelijk schoon. Ze moeten de aandacht hebben bij wat er in de kerkdienst gebeurt. Een belangrijk persoon in ons bestuur en in de Joodse gemeenschap hier is Salo van Gelder. In deze vitrine vind je zijn leven weerspiegeld. We staan hier bij het mikwe. Ik wil u daar graag meer over vertellen wanneer u eens een keer naar de synagoge komt om alle bijzonderheden te bekijken. Meer cultuurhistorisch erfgoed in de gemeente Aalten vindt u op erfgoedaalten.nl.